Welkom bij weer een nieuwe video van je eigen coach. Dit is Bobby. Hij gaat maximaal droog deze zomer. Hij vertelt je hoe hij dat doet. Ik vertel je hoe jij dat moet doen. We gaan scoopen. Het hele pakket komt weer langs. Abonneer maar alvast, want dit wil jij niet missen. 1 en 2. Goed zo, Bobby. Yeah. Nog eentje hoor, want dit beest heeft 3 scheppen nodig. Hoppatee, ik ga er zelf ook even voor. Oké, Bobby, hoe vaak train je per week? 7 dagen in de week, full body. Waarmee beginnen we deze training? Lekker met squatten. Werken we stapsgewijs omhoog, let's go. Oké, Bobby pakt zijn werksets met 140 kilo. Dus we zijn nu bezig met de warming-up. Derde warming-up set, 110. Pak ik daarna nog 1 stap tot de 140. Het is eigenlijk heel simpel, jongens. Hoe zwaarder je traint, hoe meer warming-up sets je pakt. Meestal tussen de 2 en 5 warming-up sets. Dus 125. Juist, een rek. Oké, we gaan voor die werkset. 140 kilo. Normaal pak jij daarmee 5 herhalingen. Maar omstandigheden spelen ook een rol. Ik heb Bobby gevraagd om hier te komen. Bij oma Woetroe. Buiten. Deze ondergrond is helemaal fucked up. Die is zacht. Zijn schoenen zijn nog wel redelijk oké. Crossfit schoenen. Maar ze kunnen harder zijn. Je hebt eigenlijk keiharde, stabiele schoenen nodig om ook maximaal te kunnen squatten. Daarom heb je ook van die powerlift schoenen met een verhoogde hak en dergelijke. Dus deze omstandigheden zijn niet top om gewoon hier die werkset te doen. Hij heeft ook geen belt. Normaal pakt hij wel een riem. Simpel gezegd, in je eigen gym train je altijd het beste. Maar je moet roeien met de riemen die je hebt of die je nu niet hebt. Dus let's go, we gaan ervoor. Dat was wel even een stukje zwaarder dan thuis in de gym, hè? Kijk, dit was 140 kilo. En hoe lang ben je al aan het droog trainen? 2 maanden. En hoeveel kilo ben je al verloren? 12. Dus hij is al 12 kilo verloren. Dat is echt veel. Het heeft natuurlijk invloed op je prestaties, op het gewicht op de stang. Want hoeveel gewicht squatte jij in je bulk? In mijn bulk zat ik rond 160 kilo voor herhalingen. Dus uiteindelijk, tijdens het droog trainen, moet je natuurlijk een keer iets lager in gewicht. Want je trekt het gewoon niet meer. En dat is helemaal niet erg als je maar gecontroleerd blijft trainen. Dus als je beoogd aantal herhalingen niet haalt tijdens het droog trainen, omdat je natuurlijk vermoeider raakt, omdat je misschien wat massa bent verloren, pak je in plaats van 3x8, pak je 4x6, dat is ook 24 herhalingen, of 5x5, dat is 25 herhalingen, dat is zelfs een herhaling meer. Dus ja, in het geval van Bobby, hè, wij zijn al een stap verder, we hebben hem al teruggepakt van 3x8 naar 5x5, maar mocht hij dit gewicht niet meer trekken en dit trainingsgewicht toch wel willen behouden, dat is een keuze, je kan ook zelfs iets lichter trainen, kunnen we in plaats van 5x5 naar 7 sets van 4 herhalingen. De rekensom zelf is niet zo heel belangrijk, maar het gaat gewoon om dat je gecontroleerd en dus ook veilig kan blijven trainen, wat weer zorgt voor spiergroei en spiermassa bouwt. Oké, jongens, die benen zijn klaar. Maar wat is nu eigenlijk het belangrijkste om te hebben deze zomer? Die chest! En zeker die bovenkant van die chest. Daarom hebben we nu hier die incline klaargezet. Als je zou moeten kiezen, het hoeft niet gelukkig in ons leven, in ons vrije mooie leven, maar als je moet kiezen, dan zou ik nog alleen maar incline press doen in plaats van flat press. Je wil natuurlijk die bovenkant van die chest boven uit dat shirt laten komen. Hier aan de onderkant, en door de zwaartekracht hangt die chest naar beneden. Hier aan die onderkant, daar heb je die massa wel. Jij ook. Maar aan die bovenkant, daar moet vaak nog wat werk worden verricht. Dus vergeet vooral niet die incline press te doen. Plus, voordat jullie alweer in de comments zaten, oh Maurice, press is niet alleen voor de chest, die is ook voor schouder en triceps. Ja! Carsol, ja. Ook die incline flies natuurlijk blijven beuken. Maar nu gaan we eerst die incline press doen. Bobby, laat zien aan heel Nederland hoe je dat doet. Ho! Trek eerst even je shirt uit. Ook vrouwelijke fans willen dit lichaam zien. Kijk eens even deze machine hier. Laat zien hoe jij dat doet. 50 kilo is kinderspel. Pakken we even 6 herhalingjes als warming up. Daarna gaan we voor het hele fucking pakket. Even zonder gekheid, deze wilde man, om hem even wat beter te leren kennen. Wat doe jij voor de kosten? Ik werk bij Defensie. Afgelopen 4 maanden heb ik in Irak gezeten. Terwijl wij hier in Nederland lekker op internet zitten te spelen met ons vingertjes, verdedigt hij natuurlijk wel de echte vrijheid van ons en van de mensen, vooral daar natuurlijk. Maar hoe zit het met trainen daar? Ja, trainen konden we gewoon doen. Voeding was niet optimaal. En wat mij heel erg heeft geholpen is gewoon zo min mogelijk vreten. Ja. En de weegschaal in de gaten houden. Ja, want wij hebben natuurlijk tijdens droogtraining, kun je ook een coaching call met mij doen. We hebben natuurlijk een Zoom call gedaan. Toen zei je, ja, je kan hier alles eten, maar die Amerikanen, die regelen dat eten, ja, daar, hè? Ja. Maar juist, zelfs die eieren zijn eigenlijk niet echt. Dat is gewoon poeder in een zak waar ze water bij flikkeren. Gooi ze op een bakplaat en dan heb je scrambled egg.
Alles is vet, hè? Zelfs het brood. Ja, alles. Als je in de kantine komt, dan kan je ook niet kiezen wat je krijgt natuurlijk. Nee, je kan niks afwegen. Ze kwakken wat op je bord en daar moet je mee doen. Dat zei hij tegen mij. Ik zei, ja, we moeten wel roeien met de riemen die we hebben nogmaals. Ook qua voeding. Dus als jij op je werk ook niet de beste keuzes kan maken, kon Bobby dat ook niet. Maar ja, hoe hebben wij dat gedaan? Je hebt gewoon gedacht van, dan maar iets minder eten. Blikje Monster extra, zonder suiker. We hebben natuurlijk die goldblikken. Dit is de concurrent. Eerlijk is ook een lekkere concurrent. Ik zeg vaak van, als je het even niet meer trekt door de honger, dan helpt zo'n blikje ook enorm. Waarom die cafeïne die onderdrukt de eetlust. Jij dronk ook wel twee op een dag, hè? Jawel. Met je maat, je buddy, zoals je dat noemt, hè? Dronk je zo bijna een hele tray leeg in de week. Om tegen die honger te kunnen. Ja, een nood breekt wet, hè? Het is niet zo dat je de hele dag maar onbeperkt cafeïne moet gaan nemen. Dat is absoluut niet goed voor je. Maar als je droger wordt, moet je wat met die eetlust doen. Af en toe een energieblikje erin, naast het scoopen erbij. Ja, dan kom je er wel. We gaan eerst even een werkset doen, chest oppompen. Daarna vertelt Bobby meer over hoe hij in Irak met beperkte middelen toch een machine kon worden. Juist. Push. Lekker nog één. Push. Ah, mooi. Dat waren 5 lekker zware herhalingen. En hoe deed je dat in Irak, Bobby? Je hebt daar een soort hal zonder die nieuwe apparatuur allemaal. Gewoon wat stangen en wat dumbbells. En dan kan je ook omheen rennen. Ja, het was heel oldschool, hè? Maar je zei inderdaad tijdens die call die we hadden toen jij in Irak zat van... Hey, wij gaan gewoon elke dag naar die fucking gym. Met een groep van vaste groep, hè, had je? Ja, we hadden een vaste tent. We sliepen met een paar lui in de tent. En dan ging we gewoon elke ochtend mee naar de gym. Juist. Kijk, dus wat hij deed... Hij had gewoon groeimaat om zich heen, hè, zoals wij dat noemen. Hij had gewoon een groep gemotiveerde mensen om zich heen. Die willen trainen in plaats van janken. Dat helpt enorm, ja, natuurlijk. Maar hadden we bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd s'avonds. Een hardloopwedstrijd? Ja, hij komt uit Groningen. Ik kan hem soms niet goed. Hardloopwedstrijd had hij. Nou, daarvoor was je naar de sportschool geweest. Of daarna ga je gewoon lekker naar de sportschool. Ja, maar kijk, dat is wel een mindset. Hè? Kijk, hardloopwedstrijd, daar moet ik niet aan denken. Dan breek ik hem af tijdens een hardloopwedstrijd. Maar jij had dat soort shit natuurlijk tussendoor. Dat is natuurlijk verplicht. Daaromheen pak je nog gewoon die krachttraining. Ja, we bleven gewoon sowieso de krachttraining doen. Gewoon ondanks de dingen die je moet doen en die je vervelend vindt. Nog steeds gewoon werken aan je doel. En als het moet, 2 keer per dag naar de gym. Ja, en om dan makkelijker dat ontbijt te skippen. Zochtens naar de gym gaan met een paar scoops erin, heb je ook geen honger. Oké, we hebben weer genoeg geluld. Tijd om die tweede set te pakken voor die bovenkant. Just! Oké, jongens, we hebben benen gedaan, chest gedaan. Nu pakken we die rug aan. Bend over row, jullie kennen hem wel. Vanaf hier, daar, ietsje zwaarder is die pantry row vanaf de grond. Dat is ook een mogelijkheid. Een stekende oefening om die rompstijfheid te trainen. Het vermogen om je rug recht te houden onder weerstand. Wat je ook weer kan gebruiken tijdens een squat, deadlift, maar ook een standing shoulder press, walking lunges, etc. En om die rug te trainen kun je natuurlijk ook gewoon hier zo'n dumbbell row pakken. Beide oefeningen, zowel die bend over row als die dumbbell row, zijn goed. Ze zijn redelijk vergelijkbaar. Het verschil is dat je bijvoorbeeld bij zo'n dumbbell row ook iets meer range of motion kan realiseren, ook in de bovenrug. Want je mag best een klein beetje vanaf daar meedraaien, dat mag best. Dat is niet verboden of slecht, sterker nog, het is juist goed. En jongens, onthoud, een beetje cheaten is altijd beter dan eerder stoppen met je set. Oké, Bobby, let's go. Pakken we die rug aan. Dat willen die vrouwtjes deze zomer op het strand ook zien natuurlijk. 3, 4, 5, 6... 7, nog 1. Dat is het. Oké, we hebben het gewicht ietsje verhoogd. Bobby, jij maakt gewoon zoveel mogelijk herhalingen. We hebben die laatste 2 herhalingen. Beweeg je rug ietsje mee omhoog. En zo weten wij zeker dat Bobby dicht genoeg tegen falen aan heeft getraind om spiergroei te maximaliseren. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 9, 10. Hey Bobby, wat denk jij? Het is 1 uur. Heb je al gegeten? Nee, natuurlijk niet. Ja, laten we even lekker gaan lunchen, jongens. Oké, Bobby, proost. Eiwitshake banaan als lunch. Hey, het is nu 1 uur 's middags. Bobby, hoe laat begin jij normaal met eten? Ook rond deze tijd, rond een uurtje of 1. Dus Bobby doet aan intermittent fasting, zoals sommigen van jullie ook natuurlijk. En wat zijn je volgende eetmomenten? Hoe laat? Ja, dat wordt 5 uur. Wat een grote maaltijd. Veel aardappelen, groenten, dat soort dingen. Dus om 5 uur eet je pas je tweede maaltijd. En jij eet veel aardappelen? Aardappelen verzadigen heel sterk, dus dat kan voor sommige mensen werken. Oké, dat was overdag. En wat eet je in de avond? Eiwitshake na het trainen natuurlijk. Broodje met kipfilet. En voor het slapen kwark. Oké, dus Bobby heeft ongeveer 5 eten.
eetmomenten. Hij schuift die calorieën op naar later in de middag en in de avond. Dat werkt enorm goed voor hem. En om 5 uur 's middags eet hij dus een hele grote maaltijd. Ja, en dat soort dingen kunnen natuurlijk ook alleen maar als het ook kan met je werk en als je thuis woont waarschijnlijk. Want je moeder die kookt natuurlijk weer net wat anders om 6 uur en die wil dat jij daar per se bij bent. Ken jullie verhalen wel? Wat is jouw tip aan de jongens die denken van ja, hey Bobby, jij bent al 12 kilo kwijt. Hoe kan ik überhaupt de helft daarvan kwijtraken? Ja, het is gewoon ook natuurlijk je mindset. Je moet gewoon gaan en rammen. Het is natuurlijk ook mindset, jongens. Want jij hebt natuurlijk dit doel gesteld. We doen het nogmaals niet alleen maar omdat we het leuk vinden, maar omdat we deze zomer droog willen zijn. En dan mag je best een beetje honger hebben. Dan mag je ook best wel af en toe een beetje chagrijnig zijn. Meld dat alleen even van tevoren aan je vriendin en je ouders. Als je niet meer weet wat je moet eten, neem dan een eiwitshake. Want daar zit je altijd goed mee. Bobby, proost. Eiwitshake op drinken en terug naar het trainingsveld. Bobby, wat is het heerlijk als je gewoon weet hoe je droog moet worden, hè? Ja, dat is top, hè. Heerlijk. Of wacht eens even. We zijn wat vergeten. We moeten nog armen trainen. Bobby, ik heb 2 dumbbells van 10 gehad voor de warming-up. Om deze zomer die strakke mouw te creëren. Maar laten we eerst weer even ons shirt uitdoen. Wat heb je hier voor scheikundig benaming staan? Nee? Adrenaline is dat. Ja? En waarom heb je dat gedaan? Ik heb vroeger gereisd. Vandaar komt dat. Waarin heb je gereisd? Motorrace. Ja, WK's. WK's ook echt? Ja. Echt serieus werk, hè? Dus jij bent wel een beetje een adrenaline junk. Ja. Lekker man. Laat zien wat jij kan oppompen. Daarna gaan we zwaaien. Ietsje zwaardere dumbbeltjes gepakt. Ja, jongens, jullie weten het. Elk traject van mij is minimaal 6 maanden. Dus je pakt sowieso eerst lean bulk of droog trainen. Of eerst droog trainen lean bulk. Jij hebt eerst lean bulk gestart in december. Bent nu inmiddels alweer 8 weken lang aan het droog trainen. En we zijn er nog niet. Want als je dus op tijd begint, zoals Bobby, dan heb je genoeg tijd om de puntjes op de i te zetten nu. 2e week van mei. Pas komende weken maximaal droog te gaan. Inclusief peak week. Die foto's ga ik ook weer delen met jullie, jongens. Nu eerst die armen pompen. Let's go. Juist. Dat zijn ze. Maximaal. Alles eruit. Ah! Kijk! Boom! Zon! Oh! Juist, ja, dat is gewoon wel. Tuurlijk! Juist, jongens! Kijk hier, ja, dat is jongens. Juist, Bob. Ook nog iets over intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is zwaar overschat, hè? En dan bedoel ik dingen doen die je per se leuk vindt, zoals trainen. Je hoeft trainen en droog trainen niet per se leuk te vinden om het ook te doen. Bobby is net 4 maanden in Irak geweest, heeft zijn leven op het spel gezet voor onbekenden. Eigenlijk voor ons, dus ook voor jou en mij. En dat doe je niet per se omdat je het leuk vindt, denk ik. Je moet ook nog hardloopwedstrijden doen, heb je net verteld. Maar al die dingen doe je ook omdat je een hoger doel nastreeft, hè? Omdat het bij je waarde past en dergelijke. En je traint ook omdat het bijvoorbeeld bij je gezondheid past. En dan hoef je het niet leuk te vinden. Want als je alleen maar dingen doet die je leuk vindt, dan ga je jezelf daar ook steeds aan houden. Dat is dan de norm. Dan denk je, vind ik het wel leuk? Ja, oké, dan ga ik het doen. Nee, oh, dan hoef ik het van mezelf ook niet te doen. Kijk, en dat is de valkuil, jongens. Bobby en ik schelen 20 jaar, maar we trainen allebei elke dag. En niet, denk ik zelf, omdat we ook niet lekker op de bank willen chillen elke avond met een Netflix-serie in een Big Mac-menu. Nee, maar omdat we weten, in de zomer, en eigenlijk daar naartoe ook, dus elke dag, 24 uur per dag, willen we ons gewoon lekker voelen. Zelfverzekerd voelen. Als je op de boulevard loopt deze zomer, als je in de slaapkamer komt bij je vriendin, als je thuis komt bij je familie, op school, in de gym, overal, dan voel je je zelfverzekerd. Dan ben je gemotiveerd. Dus train niet omdat je het per se leuk hoeft te vinden, want het hoeft niet. Train omdat je gezonde, ambitieuze jongen bent. Of niet, Bobby? Zeker. Zo, jongens, dat zitten we even lekker na zo'n training. Hey Bobby, we gaan de komende weken nog even lekker door om die puntjes op de i te zetten. Een paar kilo eraf nog. En Bobby is helemaal klaar voor zijn peak week. Als je nou helemaal niet meer weet, cardio jezelf maar helemaal kapot. Maar dat hoeven wij gelukkig niet te doen, want Bobby en ik weten exact hoe je droog moet worden. En als je nu opgeeft, dan heb jij tot 1 december, 6 maanden plus 2 weken, die krijg je van mij gratis erbij. Heb jij tot 1 december begeleiding, gaan we eerst maximaal droog deze zomer shape behouden. En in augustus, september pakken we die lean bulk voor maximale massa. Dus wil jij weten wat je maximale potentie is, wil weten wat je in je hebt, dan moet je nu opgeven voor het droogtraintraject. En dan help ik jou deze zomer met maximale harde droge shape. Heb je nog wat aan toe te voegen, Bobby? Gewoon nu opgeven en rammen met die kast. Rammen met die kast, jongens.